Leerdoel: Het uurtarief. Als je als zelfstandige zonder personeel wilt beginnen in een bepaalde sector, bied je jezelf aan op de arbeidsmarkt met een bepaald uurtarief. Je krijgt dan per uur betaald. Dat uurtarief wordt enerzijds bepaald door de markt, vraag en aanbod, maar anderzijds door de kosten die je als zelfstandige gaat maken om te voorzien in je levensonderhoud. Ook als consultant zal er een bepaald uurtarief voor je worden gevraagd door jouw werkgever. De totstandkoming van het uurtarief wordt in dit leerdoel besproken. Er zijn drie verschillende soorten uren te onderscheiden. De directe uren, dit zijn de uren die direct aan een klant of project kunnen worden toegewezen. Dit zijn uren waar een klant voor betaalt. Het aantal directe uren is relevant voor de berekening van het uurtarief. De indirecte uren, dit zijn de uren die niet direct aan een klant of project kunnen worden toegewezen, maar wel bijdragen aan het succes van het ondernemerschap. Ook het aantal indirecte uren is relevant voor de berekening van het uurtarief. De leegloopuren. Dit zijn uren die geen enkele bijdrage leveren aan het succes van het ondernemerschap. Dit zijn uren waarin je eigenlijk niets zit te doen. Deze uren dienen voorkomen te worden en kunnen op geen wijze worden vergoed door een klant. Deze kosten zijn voor de berekening van het uurtarief niet relevant. Directe uren zijn de uren die direct aan een klant of project kunnen worden toegewezen. Dit zijn uren waarin je specifiek voor deze klant bezig bent of bent geweest om zijn product of dienst te leveren. Hierbij kun je denken aan het schrijven en redigeren van teksten voor een website, het maken van marketinguitingen voor een campagne of het maken van een big data-analyse tijdens een marktonderzoek. Deze uren kan je factureren aan de klant. Indirecte uren zijn de uren die niet direct aan een klant of project kunnen worden toegewezen, maar wel bijdragen aan het succes van het ondernemerschap. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het maken van offertes, het uitvoeren van acquisitietelefoongesprekken, het aansturen van managers op meerdere projecten tegelijkertijd of het volgen van een vakopleiding. Activiteiten op het gebied van administratie, belastingaangifte en recruitment behoren ook tot indirecte uren. Deze inspanningen dragen dus wel zeker bij aan het succes van een onderneming, maar zijn niet direct aan één klant toe te wijzen. Deze indirecte kostensoorten worden meestal overhead genoemd. De berekening van het uurtarief wordt gebaseerd op de kosten die in een bepaalde periode worden gemaakt en het totaal aantal directe uren dat in deze periode kan worden gemaakt. De berekening van het uurtarief zorgt ervoor dat alle kosten van een persoon, bedrijf of afdeling worden opgebracht door de direct verkochte uren aan de klant. Hierin kan ook een winstdoel worden meegenomen. In het geval van een zelfstandige zonder personeel zullen de kosten voornamelijk bestaan uit zijn of haar directe kosten. Zoals een salaris en een leaseauto. Maar ook de indirecte kosten, zoals verzekeringen en bijvoorbeeld de huur van een kantoor. Vaak wordt ook de afschrijving van bijvoorbeeld een laptop en telefoon meegenomen. In het geval van een onderneming zal dit veelal hetzelfde zijn, maar de indirecte kosten nemen dan toe. Er zijn managers nodig, recruitment accountants en belastingadviseurs. En natuurlijk moeten de personeelsfeesten ook betaald worden. Voor de berekening van het uurtarief delen we de totale directe en indirecte kosten door het aantal directe uren. Het aantal directe uren wordt berekend door eerst het totaal aantal werkbare uren van een periode, bijvoorbeeld een jaar, te berekenen. Op basis van de type werkzaamheden wordt het percentage directe uren bepaald uitgedrukt in een percentage van de werkbare uren van bijvoorbeeld 50%. Als je als zelfstandige gaat beginnen in een bepaalde sector, ben je hier niet de enige in. Je ondervindt concurrentie van andere zelfstandigen, die ook een bepaald tarief vragen. Hierdoor ontstaat een markttarief. Dit is het gangbare uurtarief wat een zelfstandige voor een bepaalde dienst vraagt. Zo kostte een DTP'er in 2017 ongeveer 30 euro per uur. Een communicatieadviseur rekende ongeveer 70 euro per uur. Het markttarief is leidend voor de berekening van het uurtarief. Als uit de berekening van een uurtarief een hoger bedrag komt dan het markttarief, dan geldt toch het markttarief als uitgangspunt. Als je een hoger tarief vraagt dan de markt, dan zal een opdrachtgever snel voor iemand met het markttarief kiezen. Andersom geldt het ook. Als je hoort dat je meer per uur kan vragen dan jouw eigen berekende tarief, dan doe je dat natuurlijk ook. Wel moet in het geval dat het berekende uurtarief hoger is dan het markttarief, gekeken worden naar het aantal directe uren of de hoogte van de kosten. Door te snijden in de kosten, door bijvoorbeeld een lager salaris te accepteren, kan een uurtarief dalen. Tevens kan het aantal directe uren worden vergroot door bijvoorbeeld leegloopuren tegen te gaan. Mike gaat voor zichzelf beginnen als freelance copywriter. Om zijn tarief te berekenen, heeft hij de volgende gegevens opgesteld. Het aantal weken dat hij per jaar wil werken. Het aantal uren per week dat hij kan werken. Zijn inschatting van zijn directe uren als percentage van de beschikbare uren. Zijn directe kosten in het jaar. Zijn indirecte kosten in het jaar. De winst die hij wil behalen zodat hij kan sparen. Gevraagd: Bereken het uurtarief. Om het uurtarief te berekenen hebben we eerst het aantal directe uren nodig. We delen de totale kosten plus de gewenste winst door het aantal directe uren. Dan zijn we er. Het aantal directe uren berekenen we door het totaal aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het percentage directe uren. Het totaal aantal uren bedraagt 40 weken keer 32 uur. Als we dit vermenigvuldigen met het directe urenpercentage van 75%, dan komen we uit op 960 uur. Nu tellen we alle kosten en het winstdoel bij elkaar op. Deze drie elementen tellen samen op tot 96.000 euro. Dit gebruiken we voor de berekening van het uurtarief. We delen de totale kosten van 96.000 euro door het totaal aantal directe uren van 960. Het uurtarief bedraagt dan 100 euro. Dit is het antwoord op deze vraag.